Welkom allemaal. Dit keer wel mijn workshop. Nu echt. Workshop internal branding in de praktijk bij Eventions Group. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik zal eens even een kort uitleg geven van het model zelf. Die heeft verschillende fases. Aan de hand van fasen in combinatie met opdrachten die ik jullie meegeven. Dus de uitvoering in jullie eigen bedrijf hoop ik jullie een beetje wegwijs te maken in de internal branding. Dus wat is het doel van de workshop? Ik wil jullie vandaag uitleggen wat de internal branding is. En wil ik jullie ook een stukje koppeling meegeven hoe jullie dat in eigen bedrijf eventueel kunnen toepassen. Nou, waar komt het model vandaan? Ik heb een boekje gebruikt, internal branding in de praktijk. Deze man claimt dat hij het heeft bedacht. Een jaar of vijf jaar geleden. En het is nu al afgroeiende en steeds meer bedrijven die doen het al of willen het gaan doen. Ja, waarom heb ik het gekozen? Nou, ik zit hier op de marketingafdeling en ik wil eigenlijk één merk creëren en dat ook uitschalen richting de buitenwereld. Dus vandaar. Even kijken, internal branding fase model. Hebben jullie het beeld al bij het woord internal branding? Ja, dat is vooral wat je als merk of als bedrijf wil uitstralen naar je medewerkers. Dus interne gedeelte. Branding komt voort uit het woord brandmerken. Heb ik gelezen, dus echt het brandmerken van het merk naar de buitenwereld toe. Internal branding ligt inderdaad echt op intern. Dus echt het merk helemaal op de hele organisatie verspreiden. En als je dat goed verspreid hebt, dan stralen je medewerkers alle processen en dat soort dingen. Stralen het ook richting de buitenwereld. Dus dat is al een stukje. Even kijken, dit is de fases. Het bovenste stukje, het merk als kompas, dat is een uitgangspunt. En daarboven komt fase 0. Die gaan we straks ook behandelen. Dus dan krijg je fase 1, het verklaren van het merk. Fase 2, het laden en gedrag. Fase 3, beleven in de praktijk. En 4, verankeren in de organisatie. Al deze fases zal ik in deze workshop gaan behandelen. En elke fase heeft ook een kleine opdracht, zodat jullie die koppeling van theorie en praktijk ook direct kunnen maken. Even kijken, maar waarom is een sterk merk is dat eigenlijk belangrijk? Een sterk merk hebben meer fans. Niet zozeer meer klanten, maar wel meer fans. En het is gebleken dat meer fans die kopen meer, kopen vaak ook duurder of zijn bereid om meer te betalen. En zijn ook meer merkgetrouw. Noem ik even het voorbeeld Ronald. Ronald is echt een Apple-fanaat. En heeft letterlijk alles van Apple. En Apple, zo, eerlijk, is niet heel goedkoop. Dus Ronald is bereid om iets meer te betalen voor een Apple dan misschien voor een Samsung-telefoon of voor wat dan ook. En kijk, een leuk testje waaruit blijkt dat een goed merk echt belangrijk is. Het verschil tussen Pepsi en Coca-Cola. In een blinde test, een proeftest, koos 56% voor Pepsi, dat ze dat lekker vonden. Alleen als de twee merken alleen naast elkaar stonden, koos 65% voor Coca-Cola. Dus eigenlijk is daarom best wel belangrijk om branding goed uit te voeren. En internal branding is daar een onderdeel van. Even kijken, nou, dit is fase 0. Het merkkompas bepalen. Dit is eigenlijk de voorbode van het hele internal branding proces. Je begint met je ankerwaarden. Je ankerwaarden zijn eigenlijk de twee sterkste punten van het merk. Vervolgens krijg je aspiratiewaarden, dat zijn waarden waarin het bedrijf nog zich kan ontwikkelen. En je eigen waarde is eigenlijk hetgeen wat jou uniek maakt als bedrijf. Dat kan, dus één woord is dat. Dit zijn allemaal losse woorden. Vervolgens maak je een belofte, dat is die je maakt richting je emotionele waarde, die je naleeft richting je medewerkers, maar ook dus richting klanten. En de droom, dat is vaak een maatschappelijk doel. Om de wereld een stukje beter te maken. Oké, we hebben een kleine opdracht voor. Ik heb hier voor iedereen heb ik een leegstaande brand house, zo noemen ze het. Ja, we zien. En ik wil jullie vragen om deze in te vullen. En heb ik natuurlijk voor jullie om iets makkelijker te maken. Geeft het boek enkele woorden die je niet. Of het is verstandig is om deze niet te gebruiken, want dit zijn echt. Ik heb die zo gevonden. Lekker, dan maak je het moeilijk. Dat is dus niet mogelijk te gebruiken. Er zijn bepaalde woorden die je beter niet kan gebruiken, omdat deze geassocieerd worden met standaard of iedereen belooft het al, dus ze zijn er niet echt betrouwbaar.
Dus één lijst. Eén lijst is woorden die je beter niet kan gebruiken. En de andere lijst is woorden die je wel kan gebruiken. Snap jullie het opdracht? Ja. Dus ik zou zeggen, probeer het in te vullen. En inclusief de belofte en de droom. Als jullie vragen hebben, dan naar horen. Ankerwaardig wat je nu al bent. Ja, is dat ankerwaardig wat je eigenlijk nastreeft, of waar je eens ook wil ontwikkelen? Die ankerwaarden zijn eigenlijk dus de benen van het huis, dus de fundament. Ja. En dat maakt jou sterk als merk. Dat is voor ieder, is dat voor Wim? Ja, voor mijn eigen bedrijf. Ja. Voor jou moet je nog die bedjes. Dat is wel zo. Ja, voor de reminder. Ja, ik moet dat niet kiezen. Wat was eigenwaarde dan? Eigenwaarde is hetgeen die jou uniek maakt. Dus wat jou onderscheidt ten opzichte van concurrent. Je belofte en je droom, het hoeft niet per se in woord te zijn, dat kan wel een zin zijn. Aspiratie aan wat je wil. Ja, wat je na, wat je nog in de toekomst kan ontwikkelen. Dat is één. Ja. Kijk, eerst ben je een ander bedrijf. Ja, dus hoe ver is dan afkijken maken? Ja. Nou, vertel mij wat. Mijn dochter was een vriendenboekje in het invullen voor een klasgenoot. Die had sommige antwoorden bij twee pagina's ervoor bij een vriendje van haar. Ja. Ze zegt, wat ik merk, vind je leuk voor auto's? BMW, want dat vond haar ook. Ja, maar niet met Tesla aankomt. Ja, dat zei ik ook. Je hebt zelfs een auto die mij genoemd is, Zoe. Ja. Zo zie je maar, je invloed is beperkt. Ja, jammer. Ja, want ja, die twee paren het wordt onmakkelijker. En was er een jongen? Was er een jongen van wie ze oversteekt? Ja, ja, ja. Maar misschien zit dat toch wat in. Ja. Oeh. Dan ben je ook nog steeds alle kanten op, hè? Ja. Ik hoor een eerste schoonzoon aankomen. Nou, ik heb het nog beginnen, jongens. Nou, ik denk dat het echt zo is dat Patrice minder blij is. Ja, het is eigenlijk wel zo onschuldig.
Doen jullie er een beetje uit? Nee. Nee? Moet zeggen dat hij aardig lastig is, ja. Zo te vroeg ochtend. Ja, normaal gesproken zou je hier een hele workshop over dat in kunnen doen. Samen met het management team. Ik merk aan de paard. Ik had verwacht, jongens, dat is voor jullie wel makkelijk. De zeekoe, ja. De eerste opdracht en het is direct los. Ja, maar dit is pas ook nieuw, hè? Het leerluis gewoon niet. Maar jij als begeleider van deze workshop, wat voor vragen zou jij ons kunnen stellen om ons te confronteren met onze eigen waarden? Met jullie eigen waarden? Ja. Ja, dat is lastig bepalen. Dat vind ik eentje die ik, daar zit ik nu een beetje tegenaan te hikken. Ja, ik weet niet wat jouw bedrijf uniek maakt. Nee, dat begrijp ik, want anders hoef je de vraag niet meer te stellen. Ja. Maar wat zou je mij moeten vragen om mij tot die eigenwaarde te brengen? Wat voor vraag vind ik goed? Wat onderscheidt jou ten opzichte van de concurrent? In één woord. Dat in één woord, dat is het moeilijke aan dit ding. Ja, nou, ja. Precies. Nou, probeer dan in twee of drie. Ja, nee, ik heb het gedaan. Nee, bijna, maar bijna. Belofte en droom die moet nog komen. Geef u nog één minuutje. Om toch even voort te gaan zetten. De volgende zit je wil bij, toch? Ja. Maatschappelijke doel. Dus dat is iets doen voor de maatschappij. Dat moet niet heel groot zijn. Iets doen voor de maatschappij, staat je er aan? Ja, dat is een sociaal bijvoorbeeld voor Tom, even heel kort gedacht, dus dat elk bedrijf gebruik van maakt van de opstudent ofzo. Bijdrage kan een van de goedkope arbeidskrachten in de vorm van studenten. Dus dan draag je toch iets bij aan de wereld. Met name Nederland. Ja, van Griezma bijvoorbeeld heel Nederland goed geïsoleerd. Dus niet zoiets. Wie moet nog ik ga nu naar enkele voorbeelden. Wie biedt zich vuil aan? Waar? Nou, ik had als ankerwaarde. Had ik aanvallend en overtuigend. En op dit moment aanvallend op de concurrenten. Jumbo is een supermarkt die volle bak in de aanval gaat. En die hebben bakken met geld geleend, Sadao is overgenomen, Superboer overgenomen. Die zijn in 5 jaar tijd van 5% naar 20% marktomzet gegaan. Marktaandeel. Hallo Jumbo. En overtuigend is dat ze heel erg van zichzelf zijn overtuigd en die boodschap heel overtuigend brengen richting de klant toe, zeg maar. En laten heel goed zien van ja, wat doen wij goed, wat doen wij eigenlijk beter dan de concurrentie, zeg maar. En daar zijn ze heel overtuigend in richting de klant toe. Nou, had ik als aspiratiewaarde geliefd en ja, ik had beleving. En met geliefde doe ik dat mensen gewoon graag naar de Jumbo komen in plaats van een andere winkel. Ja. En met beleving, dat de beleving van het doen van boodschappen, dat ze dat proberen te veranderen, zeg maar. Want niemand vindt het eigenlijk leuk. Het is altijd een irritatie van, ik moet die boodschappen doen. En tijdens de boodschappen kom je weer irritaties tegen. Ja, door allemaal dingen bijvoorbeeld, dat we bij ons gewoon je vlot winkelen, altijd bijna alle kassen open, dat je echt maximaal 5 minuten staat te wachten. Ja. Je krijgt wat lekkers te proeven, iedereen de service is uitstekend. Daarmee probeer je de beleving van het winkelen gewoon te verbeteren, zeg maar. Zodat mensen het leuk vinden om boodschappen te doen. Ja, leuk vinden, in ieder geval minder erg. eigenwaarde had ik dan inleving, omdat Jumbo kan zich heel goed inleven in wat wil de klant nou. En hebben gewoon onderzoek gedaan van thuis boodschappen doen, waar ergere mensen zich aan. Nou, dat gaan wij dan omzetten in de zekerheden, zeg maar, van kom jij bij ons, je kan snel winkelen, wij zijn goedkoop, we hebben uitstekende service, dus de dingen waar je aan andere supermarkten aan ergert, kom bij ons, en dat nemen wij weg, zeg maar. Belofte. Ja, ik had belofte dan voldoen aan de verwachting van de klant. Dus wat ik net al een beetje had uitgelegd van dat ze hebben onderzocht van wat wil de klant nou. Dus even zeker even. Ja. Dat is jullie belofte eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk dat is gewoon echt ontstaan uit een onderzoek van waar erg je aan. Dus de 7 grootste ergernissen zijn omgezet in 7 zekerheden. Dus dat is ook proberen ze een beetje inleving in de klant. Ja, en dan als droom. Ja, en een klant een leuke beleving laten meemaken tijdens het winkelen. En dat zie je ook een beetje, ze hebben nu van die nieuwe conceptwinkels geopend. Er zit er eentje in Breda. Ja, dat is zeg maar
wat een beetje denken wat de toekomst is. Dus je gaat niet meer winkelen om alleen boodschappen te halen. Maar we hebben een kok, we hebben een kok staan en je kan advies vragen. De meest gekke producten kan je daar krijgen. Dus het is meer echt een, je kan zeg maar een heel dagje weg. Want je hebt een restaurant, een koffiecorner. Je kan er de hele dag kan je inspiratie op doen. Je kan praten met de echte chefkok van ja, ik wil dit gerecht maken, wat past daarbij. En je kan het ook voor je laten maken, je kan het daar proeven. Dus dat is een beetje, probeer de hele beleving van het doen van boodschappen, probeer eens een beetje te veranderen, zeg maar. Je zit altijd ook wel doen. Deze wat Albert ook. Ja, bij ons zitten daar Albert Heijn XL. Dat is een van de beste van Nederland. En die hebben ook inderdaad echt zo'n huisslager en die alles. Ja, nee, die is... En ook echt een kok die met de producten die ervoor staan, die alles voor je maken, kan je ook proeven inderdaad. Ja, nee, hier is echt nog erger, zeg maar. Echt, je kan echt bokken en daarom. Nou, echt, als je een keer. Als je er een keer komt en je bent er in de buurt, zou ik echt even langs gaan. Want het is echt meer een soort... Het is echt een grote in het nieuws geweest. Ja, het is echt meer een soort etensmarkt waar je echt inspiratie kan opdoen met andere mensen ook. En soms workshops eten maken en zo. Het is echt over de top, zeg maar. Dat is een beetje, het is natuurlijk een droom. Gaat een bakken met geld naartoe, het levert niks op. Maar het is wel waar het Jumbo naartoe wil, zeg maar. Maar bij andere, ik vond bij Nike natuurlijk flagship stores, dus de Nike winkels, die lieten zien hoe het eigenlijk zou moeten zien, de Nike Towns. Waar eigenlijk minder om het geld aan begon dan om te laten zien, zo moet het er eigenlijk uitzien. Apple doet precies hetzelfde eigenlijk. Dit zou je voor de supermarktbranche ook zo kunnen interpreteren. Ja, zo zou het eigenlijk moeten. En dat is mooi als we daar naartoe kunnen werken, maar op dit moment is het helaas nog de buurt. Ja, die kosten pakken met geld natuurlijk, want je hebt alleen maar, je hebt chefkoks, dat zijn andere salarissen dan een simpele slager, zeg maar. Ja. Dus het is gewoon... Het gaat maar ze laten wel zien, dat is wat ons betreft de manier waarop... Dat is waar ze dan uiteindelijk naartoe doen. Ook natuurlijk met wat met internet straks gaat komen, dat Albert Heijn mee begonnen dat je boodschappen online kan doen. Dus de verwachting is dat je gewoon straks... al je vaste producten zoals je deo, je ontbijtkoek en zo, dan kan je allemaal lekker aanklikken. En dan ga je naar de supermarkt en daar haal je je verse groenten en kom je ideeën op doen en zo. Ja. En dat is een beetje wat ze verwachten wat de toekomst is. Dat is wel slim, ja. Van die staple goods, datgene wat je toch altijd nodig hebt. Ja, dat heb je gewoon online. Dat kan je gewoon lekker simpel bestellen. En er zit ook een lange houdbaarheidsdatum op, kun je in een groot magazijn zetten. Ja. Maar echt verse groenten, vlees en zo. En tenminste, dat is de verwachting. Wat wij verwachten, wat er in de toekomst dan hoe het gaat veranderen. Dus bij je volgende date ga je gewoon naar Jumbo Experience? Ja, het zou echt kunnen. Als jij houdt van eten maken en koken en je kan daar inspiratie doen, je praten, alles proeven. Je kan daar echt alles. Ja. Nou, Ronald, ben je wel benieuwd naar jou? Nou ja, als ankerwaarde impulsief en uitgebreid. Uitgebreid in de zin van een groot assortiment, een groot aanbod. Impulsief. Dat betekent ons ook wel dat van dat ze zien een nieuw product bijvoorbeeld, daar moeten we ook een shop voor openen, maar wel niet zo impulsief, niet erin doorslaan zoals Coolblue die voor ieder wisselwasje een nieuwe shop opent. Telefoonoplader.nl. Ja, zoiets. Ja. Aspiratiewaarde scherp, en dan bedoel ik qua prijs. Dat proberen we al te zijn, maar dat willen we eigenlijk nog meer zijn. Maar niet vol de prijs, maar wel als onderdeel van. En vernieuwend is een proosje ook sprake geweest van een eigen fietskar op de markt brengen. Met een scherpe prijs, maar wel met de goede functies van de duurdere producten. Dus dat je echt een nieuw product zelf ook inzet. Als eigenwaarde denk ik heel erg meedenkend. Online zie je dat bijvoorbeeld met wat ik als voorbeeld heb laten zien, die dakdragerzoeker. Men vult een auto in en ziet welke dakdragers op zijn auto passen, maar dan ook de voordelen van bepaalde dakdragers. Maar ook in de winkel, meedenkend in de zin van als mensen ergens voorkomen dat je advies geeft op hun wensen, maar niet van dit product moet je hebben, want dit is goed. Maar juist van hier ben je nou op zoek, dat zie je in dit product. Of bijvoorbeeld met een trampoline ook de ingraafservice bieden. En als belofte een compleet aanbod, zowel qua producten als op servicegebied bieden. Goede klantenservice, goede openingstijden, voor 10:30 gesteld, morgen in huis, dat soort dingen. En als droom, eigenlijk die service, dat aanbod voor ieder gezin, bieden we eigenlijk vanaf jaar 0 of voor de geboorte van een kind al in beeld komen als merk, als webshop.
En dan groei je, dan krijg je toys, je gaat op reis. Dus eigenlijk een hele lange levenscyclus bij het product of bij klanten. Gezien de tijd kunnen we niet iedereen langs. Dit model is dus de voorbode op echt het interno branding proces. Hierop baseer je eigenlijk je interno branding, want deze merkwaarden die bepaal je als managementteam, bepaal je die samen. En die ga je vervolgens ga je dat verklaren richting je medewerkers. Nou, dat kan heel makkelijk, dat kan in de vorm van een poster zijn, dat kan in een personeelsblad, je kan bij de voordeur je merkwaarden hangen, je kan een presentatie geven, op alle verschillende manieren. Nu even een korte vraag, hoe zou jij in jouw bedrijf deze merkwaarde die je nu hebt geformuleerd kenbaar willen maken? En dan gaan we even mensen gebruiken die nog niet heel veel charisma. Goeie vraag. Ik weet het zo even, 1, 2, 3 niet hoor. Ja, mogen ook traditionele moeten zijn, zoals ik net al noemde. Het hoeft niet iets groots te zijn. Het is puur het kenbaar maken van. Ik denk voornamelijk inspelen op milieubewust reageren op bepaalde situaties. Dus isoleren van woningen. Dat je dat ook aankaart bij de mensen, hoe belangrijk het is. En zo je merk naar boven laat komen. Ja, zowel in het bedrijf als buiten het bedrijf. Ja, hoe ga je dat dan laten zien dan binnen de medewerkers die je hebt? Presentaties houden, workshops houden, laten zien hoe belangrijk het is. Naar beurzen toe gaan, wat we nu eigenlijk ook doen. Onze medewerkers zelf naar beurzen sturen in plaats van dat de directie er naartoe gaat. Om hen ook in te laten zien hoe belangrijk het is en waarom. Ja, dus echt op de top ga je het vergroten aan de mensen. Ik denk bij jullie ook wel heel simpel trouwens met al die posters. Je zag overal Nederland isoleert, isoleert, Amersfoort isoleert. Mm-hmm. Dat ook wel indruk maakt. Daar zit jullie kenwaarde denk ik ook wel in. Ook en in onze beloftes, want zij hebben bijvoorbeeld ook 7 beloftes en dat hebben wij ook. Dat zie je keer op keer in het bedrijf terugkomen, op ons site terugkomen. Ja, dus jullie bedrijf is zo goed bezig met internal branding. Ja. Nou ja, wat bij mij, dat was je vraag. Ja. Bij mij denk ik het beste werk is om gewoon een MT-vergadering mee te nemen, zodat iedere manager naar zijn team kan communiceren. En dat ook proberen blijft herhalen. Dus dat het echt goed in de overheid gepositioneerd. Ja, dat is dat nog, hè? Sorry. Heb je meerdere mensen in dienst? Nou, we werken samen en waar nodig huren we mensen in. En dat is misschien wel het uitdagendste moment, weet je wel, dat je freewheelend aan je taken bijgedragen, dat je die op een of andere manier wel meekrijgt. Dus dan gaat het wat mij betreft te beginnen met waarvoor dit bedrijf opgericht is. Ja. Dus de intentie die het heeft, dus de droomwaarde denk ik dat ik het naar jouw plaatje net terugvertaal. Omdat je soms dilemma's tegenkomt waarbij je bij wijze van spreken geneigd bent om meer te willen verkopen, wat op dat moment precies voor dat doel of voor dat bedrijf van toepassing is. Ik haal er vooral heel erg op waar we voor bedoeld zijn, waar we voor opgericht zijn. Dat is echt het meegeven van de passie waar je in principe blijft. Ja. Riem nog? Hoe zou je het hier doen? Sla mij maar heel even over. Ik sla je een heel lang verhaal. En bij de volgende fase, het laden in gedrag, die is best wel een belangrijke fase. De vorige fase is eigenlijk heel kort. Die laat alleen maar zien wat je hebt geformuleerd. En deze is eigenlijk dat je je medewerkers een spiegel voorgeeft met een nieuwe merkwaarde. Nou, wat houdt het nou precies in? Je hebt dus die merkwaarde, die 5 puntjes, die heb je geformuleerd. En nu is het eigenlijk de taak aan de medewerkers zelf om te kijken of ze zich kunnen inzien in die merkwaarde die je hebt geformuleerd. Snap jullie wat ik daarmee bedoel? Ja, als dit de bedoeling is, wat ga ik dan morgen anders op doen? Ja, dus inderdaad. Praktisch. Ja, hoe zit het? Kan mijn huidige manier van werken, moet ik dat heel dermate veel aanpassen aan een nieuwe merkwaarde? En kan ik me daarin vinden? Maar dat betekent ook dat om die kernwaarde te formuleren, dat je daar een persoon niet bij betrekt. Nee, dat is echt managementteam. Okay. Jij besluit dat. Dus. Het lullige hieraan is ook, als medewerkers zich daar niet in kunnen herkennen, klinkt misschien heel hard, maar misschien moet ze toch een andere baan gaan zoeken dan. Want als jouw medewerkers niet jouw droom en jouw merkwaarde kunnen uitstralen richting de buitenwereld, zijn ze misschien niet geschikt voor het bedrijf.
Dus interne branding hoort ook echt bij dat alle facetten binnen de organisatie gericht zijn op deze vijf merkwaarden en je droom en je belofte. Je moet gewoon in alle facetten moet je nageleefd worden, wat Jumbo wel heel goed doet, denk ik zo. Een kleine opdracht, nou, dit dus, kan dus zijn aan de hand van een workshop, kan je medewerkers laten meedenken in dat proces en een truc daarvoor kan zijn om verschillende groepjes te koppelen aan een merkwaarde en die personen laten nadenken over een fysiek product die aansluit op deze kernwaarde. Snap je wat ik zeg? Nee. Oké, dus wil jij een van je merkwaarden noemen? Zorgvuldig. Nou, jij bent sales manager, jij hebt je sales team, ga je op zoek naar een object dat symbool staat voor zorgvuldig. Okay. Dus dat kan een onderdeel zijn. Ik wil jullie nu even vragen om een kort minuutje voor alle vijf merkwaarden even een onderdeel, een symbool, een fysiek object te maken. Dus als je bijvoorbeeld als scherp mes, ja, in heel grof zo gezegd, de dingetjes die je in het bedrijf kan neerzetten die symbool staan voor de zoals wilskracht. En ruim denken. Degelijk. Ja, ruim denken, dan zou je denken aan een poppetje. Ja, dat heb ik. Ja. Dat is het enige, maar degelijk doen, ja. Er minimaal één? Ja, dat wel. Kijk, hier heb ik nog niet zoveel gehad. Iedereen wel, denk ik. Nou, zul ik maar specifijn. Ja, dat is eentje. Even terugkomen, zorgvuldig heb ik een ziekenhuistekentje. Hier heb ik ook heel veel zorg op voor mensen. En dat, daar kan ik persoonlijk contact op ons weer in terug. Dat we juist een match kunnen maken. Dus dat heb ik erbij. Ik vind het ook wel. Ik had zo in de ziekenhuis gedaan. Mm-hmm. Ja, iets van de zorg. Weet je ook wel eens van die farmacies heb je wel zo'n kruis. Dus dat is wel je gedachte die erbij zit. Nou, ik had ruim denken. Een mannetje met een poppetje. Een mannetje met een poppetje? Ja. Of een poppetje met zo'n bolletje inderdaad. Dat heb ik neergezet omdat. Wij wel een ruimdenkende organisatie zijn en proberen op dingen in te spelen, bijvoorbeeld op externe factoren. Dus vandaar. Nou, goed dat. Maarten? Wat geliefd. En een hartje. Ja, dat is niet altijd. Dat is heel makkelijk. Hoor dan? Bij uitgebreid in encyclopedie. Ja. Hoe heb je dat getekend? Niet? Opgeschreven. Maarten? Ja, ik heb niet zo'n mooie symboliek gebruikt als wat jullie gedaan hebben, maar ik heb bij kijken de waarde van wat je probeert, aspiratie. Heb ik digitaal mobiel genoemd, dus mobiel technologie inzetten om laagdrempeligheid te bewerkstelligen. Ja. Niet voor ons als adviseurs afhankelijk zijn, maar van je eigen telefoon eigenlijk. Nou, waarom ik dit erbij te doen, is een klein onderdeel dus, maar deze symbolen kan je bij wijze van spreken binnen de organisatie ergens neerleggen wat iedereen bij wijze van spreken ziet. Ja. En eigenlijk deze symbolen, die komen altijd weer terug. Mensen zien het constant, waardoor ze dus weer die link krijgen met die merkwaarden die je hebt geformuleerd. En dit is dus weer een indirect stuk interne branding bezig bent. Eigenlijk was die cultuur natuurlijk wat ja, in principe ben je er wel mee bezig. Ik ben een beetje cultuur aan het veranderen. Dus
Dus ik zou ook willen zeggen, je suggereert straks het management dit allemaal bedenkt. Want er zijn hele grote denkers in deze wereld die zeggen dat het begint misschien met de oprichters die staan natuurlijk oorspronkelijk achter het bedrijf waar ze mee starten. Maar soms ontstaan daar ook praktijken door die door de mensen die in de dagelijkse praktijk staan veel beter invulling aan gegeven kan worden. Ja. Dus die beter wat op, nou, bijvoorbeeld naar de praktijk vertaalt. Dus dat moet je wel echt je mensen bij betrekken om te zorgen dat je dat goed in kaart hebt. Ja, dat is inderdaad ook een beetje wat bij de volgende fase hoort. Je begint inderdaad echt met die merkbaar. Dat is echt iets voor jezelf. Dat formuleer je wel als managementteam. Dat kan je denk ik moeilijk met iedereen doen. En dus vervolgens maak je die doorvertaling naar de praktijk. Ja. Dus dan ga je inderdaad met je medewerkers kijken van hoe kunnen we deze merkbaar koppelen aan de huidige gang van zaken. En dat is eigenlijk een beetje een stuk beleven in de praktijk, dat is fase 3. Het lijkt heel erg op fase 2, alleen wat hierin echt heel veel, wat heel belangrijk is, dat je consequent die merkwaarde doorvertaalt richting de huidige processen. Dus dat jij als management zijnde echt in een coaching rol vormt van dus de probleemoplossing aan de hand van merk ook. Dus als bijvoorbeeld de telefoon opgenomen en jij staat voor snelheid en vriendelijkheid. En je laat vervolgens 20 keer de telefoon overgaan of je neemt 3 keer niet op en die persoon, dan klopt dat niet. Dus dan moet jij als management moet je daar echt op zitten om constant die merkwaarde door te laten ingaan. Ik had hier ook een klein opdrachtje voor verzonnen, maar ik sla deze over, want deze gaat best wel lang duren. En aangezien de tijd loopt heel aardig. Fase 4 is de laatste, dat is het merk verankeren. Dit is eigenlijk de allerlaatste fase en misschien ook wel een van de belangrijkste. Is dat jij de merkwaarde doorvoert in alle facetten, alle bedrijfssystemen van het bedrijf. Voorbeeldje, HRM is daar een heel goed voorbeeld van. Dat jij jouw sollicitatieprocedure aanpast aan de eisen van de mensen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Yep. Als jij snel, betrouwbaar, vriendelijk personeel zoekt, dan kan je niet een ASO aan in je verkoffer, zeg, want dat past niet daarbij. Dus op die manier is HRM is daar een van de grote. Maar gaat het nou juist om de positionering van de waarde in de hoogte van de werknemers of gaat het om de processen? Beide. Okay. Het versterkt elkaar. Ja, het versterkt elkaar. Want als jouw processen niet matchen met hetgeen wat ze uitstaan, dan werkt niet. Dus het moet echt één. Internal branding hoort gewoon helemaal strak te zijn. Jumbo doet er namelijk die 7 beloften, stralen ze alle. In alle facetten van de organisatie stralen ze het uit. En ik weet niet of jullie mensen ook opgeselecteerd worden. Ja, zeg maar voordat mensen binnenkomen, dan moeten ze op cursus voor die CVC-kreden, zeg maar. En als ze dat niet halen, mogen ze ook niet inzetten, zeg maar. Ja, dus Jumbo heeft internal branding al heel goed begrepen. Ja, dus eigenlijk het belangrijkste wat voor onze werknemers is natuurlijk die service. Nou, dat is eigenlijk bijna het enige, als ik sollicitatiegesprekken doe, is dat het enige waar ik op let. Of ze een beetje spraakzaam zijn en hoe vraag van, ja, een voorbeeldje, maar hoe ga je om met service en zo, dan kan je een voorbeeld noemen. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste en dan de rest wordt er dan ingestampt in zo'n cursus. Dus als ze binnenkomen zijn ze al helemaal geprimed. Ja. Ja. Heb ik hier ook een opdrachtje voor. Waar in jullie bedrijf ligt nog kans om het merk te verankeren in jullie bedrijfssystemen? Bijvoorbeeld als voorbeeld, we hebben een systeem dat sluit absoluut niet aan op hetgeen wat wij uitdragen. Bijvoorbeeld een selectieprocedure. Waar we nog een hoge doorloop. Van het heel zoek zijn met het juiste team. En het wordt steeds constanter, maar in het begin, vooral omdat wij voor persoonlijk contact staan en die doorloop best wel hoog was dat persoonlijk contact helemaal niet zo reëel, omdat je af en toe best wel een andere contactpersoon had en dat er een doorloop was geweest. En doorloop binnen het kantoorpersoneel? Ja. Of de uitvoering? Nee, echt kantoorpersoneel. Ja, precies. Dus dan heb je bijvoorbeeld een recruiter, die heeft zijn eigen regio. En hij komt ook, hij heeft zijn contactpersoon van de regio. En ja, als hij weg gaat, dan kom je weer nieuw, hè. Heb je weer een andere contactpersoon. Dus dat is best wel verwant voor de klanten ook. Waardoor je niet meer sterk op je persoonlijke contacten scoort. En dat wordt steeds stabieler. Nee, dat is wel denk ik een goed voorbeeld van een case. En hoe zou je dat kunnen aanpassen? Om het doorlopen te laten? Het is deels door deels een financiële kwestie. Ligt nou dat je veel met sociales werkt? Want recruiters zijn ook sociales, toch? Nee, niet meer. Niet meer? Nee. Dus daar heb je dan een slag in gemaakt. Ja, maar dat
vaak doen is dat wij mensen via de UWV via proefplaatsing aannemen. Omdat dat een goede manier is om mensen kennis te laten maken met het bedrijf en te kijken of die passen bij de werkzaamheden. En is dat dan niet zo, dan heb je een doorloop, is dat wel zo, dan kan je zich een contract aanbieden. Ja. Maar dan zie je maar niet altijd de beste mensen van het UWV weggehaald. Is daar een doorloop van, dus dat is een van de redenen waarom dat zo is. En de financiële middelen zijn nog niet zo stabiel dat we kunnen zeggen van nou, we gaan gewoon na een maand een beetje door mensen weggaan dan? Ja, of de functie bevalt ze niet, of het bevalt hulp ze niet. Ja. Dat kan van twee kanten komen. Ja. Dat is ook een beetje HRM voorzetten, hè? Stel je de juiste verwachting. Maar ik hoor in je antwoord dat het dus recht is dat ze niet genoeg verdienen, maar wellicht daaraan dat ze weggaan. Of is dus misschien de dynamisch of kunnen ze niet bijhouden? Of is de boodschap niet duidelijk? Niet om nu alles op te geven, ik kan me voorstellen dat het niet paraat heeft. Maar... Nee, kijk, in de proefplaatsing krijgen ze gewoon een UWW doorbetaald. Ja. Maar als zij bij ons worden aangezet voor de proefplaatsing, dan weten ze wel dat ze als ze een contract krijgen dan gaan verdienen. Ja, ik dacht dat je zei dat het ging juist om de omloop bij het management. Dat zijn geen managers toch, die een proefplaatsing hebben? Nee, dat gaat echt wel uitvoerend, maar wel kantoorpersoneel. Ja. Iemand anders? Niet direct. Dan wil ik hem hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie een stukje wijs zijn wat de interne branding is. En dat jullie een klein beetje koppeling hebben kunnen maken richting de praktijk en je eigen bedrijf. Misschien dat jullie er wellicht nog wat mee gaan doen. En mijn laatste vraag is, zijn er nog vragen over interne branding? Ja, het grappige ding, als ik dat mag, is dat eigenlijk dit bedrijf niet besproken is. Je hebt bevriendelijk bedankt, maar ook niet echt aan het woord geweest om te horen hoe jij dat nou voor hier zou willen inzetten. Heb jij misschien een voorbeeld van? Ik ben begonnen om hier ook een workshop te geven, een geruime tijd, om daar echt een duidelijk bedrijfsdoel naar voren te laten komen. En daarin de volgende stap zou zijn om daar ook merkwaarde aan te gaan koppelen. Mm-hmm. Dus we zijn er nog niet zelf aan begonnen, maar als het aan mij ligt, dan wil ik daar best wel mee verder gaan. En dat zou ik doorvoeren. Want dat is ook een stukje uitschaling die je dan geeft richting de buitenwereld. En waardoor mensen dus die associatie krijgen met die Ventures Group. En merkwaarde op die manier. Dus